Ja, maar over wat de legalisering betreft van cannabis of gelijk wat, ik ben al 20 jaar, verkondig ik al het standpunt dat gewoon alle drugs moeten gelegaliseerd worden. Gewoon alles tot en met heroïne. Ik bedoel, als iemand heroïne wil gebruiken en kan die krijgen bij de apotheker of bij de kruidenier, koopt dat. Als iemand zich 2 flessen whisky koopt en zich doodzuipt, ja, dan moet je de drank ook verbieden. Ik vind dat een redelijk simpele discussie. En volgens mij gaat het er niet om dat als morgen cannabis of wat dan ook gelegaliseerd is, dat iedereen dan naar de winkel gaat lopen om zich een joint te kopen. Want joints kan je krijgen, coke kan je krijgen. Lieve, we moeten maar bellen. Over 10 minuten staat hier een gast met een zak coke, als wij dat willen. Mm. Dat weet jij ook. Hè? Als jij het zegt. Het zal misschien iets langer duren. En dan moet je weten wie je belt. Je kan het sowieso krijgen, legaliseren. Dat gaat inderdaad, al die brol gaat eruit. Heel die misdaad, syndicaten in al die apenland, die gaan in elkaar storten enzovoort. Gewoon heel de shit legaliseren. Waarom niet? Als ik coke wil gebruiken, dan doe ik het. Wil jij het niet gebruiken, dan doe je het niet.